Kajoe. Je wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Kajoe. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you, I'm Kajoe. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff, I'm Kajoe, 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 I'm Kajoe. That's me! Verwaaide strips. Is hij er al? Nou, nou? Ik denk het wel. Ga jij anders alvast buiten kijken, Kajoe? Oké. Elke zaterdagochtend keken Kajoe en zijn vader met veel plezier samen naar de krant. Kajoe vond de strip leuk en verzon daar zijn eigen verhaal bij. Oh nee! Mama! Papa, help! Wat is er, Kajoe? Wat een rommel! Snel, we moeten ze vangen voor ze wegvliegen. Goed gedaan, Kajoe. Kijk, hier is er nog één. Hey, daar is mijn stripverhaal. Nee, Gilbert. Papa, kijk nou wat Gilbert heeft gedaan. Weet je wat? Als we hem plakken, is hij weer zo goed als nieuw. Als jij dat met papa doet, dan verzamelen Roosje en ik de rest van de weggevlogen krant. Dat is goed. Ik haal het plakband. Kajoe was opgelucht dat zijn stripverhaal gemaakt kon worden. Hij wilde het zelf plakken. Zie je? Zo plak je het vast. Hier, maak jij het maar af. Oké. Zo. Probeer het nog eens. Het is me gelukt. Klaar voor de zaterdagochtendkrant? Yep. Nee! Papa, kijk wat hij doet. Nu kan ik de plaatjes niet meer zien. Weet je wat? We laten hem aan de waslijn drogen. Net zoals de was. Oké. Even later gingen Kajoe en zijn vader kijken of de krant al droog was. Zo, weer helemaal droog. Nu kan ik de plaatjes weer zien. Hou hem maar stevig vast, want we hebben visite. Nee, Gilbert. Blijf waar je bent. Is het stripverhaal grappig, Kajoe? Er is een grappige kat. Net zoals Gilbert? Volgens mij is er iemand toe aan zijn kattendutje. Gilbert houdt ook van stripverhalen. Kajoe was zo blij dat hij weer naar zijn stripverhaal kon kijken, dat hij niet meer boos was op Gilbert. Verstoppertje spelen. Vroom, vroom, vroom. Vroom. Roosje spelen. Hier komt de takelwagen. Roosje, die is niet van jou. Shh, Roosje.
Oké, stil maar. Caillou wilde niet dat Roosje met zijn speelgoed speelde. Maar hij wist ook dat hij dat niet aan het huilen moest maken. Wat bloemen, ei en melk en suiker. Roer het allemaal door elkaar. Wat bloemen, ei en melk en suiker. Roer het allemaal door elkaar. Papa! Oh, hoi Caillou. Roosje steelt al mijn speelgoed. Ja, ze is jonger dan jij. Dus soms snapt ze dat nog niet. Misschien kun je het delen. Caillou vond het vervelend dat hij altijd moest delen met zijn kleine zusje. Als je nou eerst met Roosje gaat spelen, dan heb ik straks als je terugkomt een speciale verrassing voor je. Speciale verrassing? Jazeker, kijk maar. Ik ben een echte prof. Oeps. Kan ik helpen? Nee, bedankt. Het wordt een verrassing. Ach, ik ben nu al verrast. Ik weet zeker dat jullie samen een spelletje kunnen doen. Caillou was boos dat zijn vader niet naar hem luisterde. Hij wilde helemaal niet met zijn kleine zusje spelen. Wat is er, Caillou? Papa zegt dat ik met Roosje moet gaan spelen. Dat is toch niet zo erg, of wel? Maar dat wil ik niet. Ze is toch je kleine zusje, Caillou? Het zou wel heel lief zijn als je even met haar speelt. Alsjeblieft. Caillou vond het niet eerlijk. Hij kreeg het gevoel dat niemand snapte dat hij helemaal alleen wilde spelen. Caillou kwam op het idee om iets voor Roosje te bedenken dat ze zou kunnen doen, zodat zij hem met rust zou laten. Caillou! Ik maak een speelkasteel voor je, Roosje. Yay! Jij kan hierin spelen. Vroom, vroom! Oké, Roosje, ga maar in het kasteel. Roosje? Waar ben je nou gebleven? Jij speelt verstoppertje. Gilbert! Gilbert, waar is Roosje? Hier is ze ook al niet. Caillou dacht dat Roosje verstoppertje met hem speelde. Dus hij ging naar haar op zoek. Wat bloem en ei en melk en suiker, roer het allemaal door elkaar. Wat bloem en ei en melk en suiker, roer het allemaal door elkaar. Zijn jij en Roosje een spelletje aan het doen? Wij spelen verstoppertje. Ik zal je helpen. Ze was hier, maar ze is net die kant op. Heb jij Roosje gezien, mama? Hm? Roosje! Roosje was net hier, maar ze ging... Caillou vond verstoppertje spelen leuk. Maar dit was de eerste keer dat Roosje zich goed had verstopt. Caillou begon het spel steeds minder leuk te vinden. Papa, ik heb overal gekeken, maar ik kan Roosje niet vinden. Heb je echt overal gekeken? Aha. Nog steeds op zoek naar Roosje? Ja. Die kan zich dan wel heel goed verstoppen, hè? Laten we samen zoeken. Heb je hier al gezocht? Ik heb je, Roosje. Daar was Roosje ook niet. Maar Caillou had heel veel plezier met het zoeken naar Roosje, samen met papa en mama. Roosje! Kom, kom, kommertje! Roosje, waar ben je? Roosje, Roosje, waar ben je? Kijk, ik heb een kasteel speciaal voor Roosje gemaakt. Roosje!
Roosje! Zo te zien vindt het kasteel leuk dat je hebt gemaakt, Caillou. Mag ik ook in het kasteel spelen? Yay! Misschien moeten jullie nog een keer verstoppertje spelen. Mag ik me nu verstoppen? Ik denk dat je kleine zusje je moeilijk zou kunnen vinden. Wij verstoppen ons beneden en dan gaan jullie ons zoeken, oké? Oh nee, bijna mijn verrassing vergeten. Kom mee, jongens. Laten we eerst kijken wat de verrassing is. En daarna doen we een verstoppertje. Zijn jullie klaar voor mijn verrassing? Speculaaskoekjes. Ja! Nu moeten jullie je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caillou had een spel gevonden dat hij samen met Roosje kon doen. Maar het was nog leuker dat papa en mama ook meededen. Caillou's wolken. Caillou ging met mama en Roosje picknicken in het park. Hij had heel veel zin om zijn vlieger uit te proberen. Ah, dit lijkt me een prima plek. Zullen we hier gezellig gaan picknicken? Oké. Yay! Ik ga vliegeren met mijn vlieger. Goed, maar niet al te lang, hè? We gaan zo lunchen. Waarom doet hij het nou niet, mama? Je moet eerst zorgen dat het touw lang genoeg is. Zo, dit is genoeg. Een paar stapjes achteruit. Laat maar los, mama! Misschien moet je een stukje rennen. Ben je klaar? En af! Oh, nee! Caillou vond het jammer dat zijn vlieger het niet deed. Volgens mij is mijn vlieger kapot. Dat ziet er niet zo uit. Er is alleen geen wind op dit moment. En een vlieger heeft wind nodig om te vliegen. Maar ik wil nu heel graag gaan vliegeren. Maar als we even wachten, komt er misschien meer wind. Wie wil er wat eten? Oh. Caillou verveelde zich. Ik wou dat het harder ging waaien. Je kan erachter komen of er wind is als je naar de wolken kijkt. Zie je dat ze stilstaan? Mama, kijk! Er is een dinosaurus in die lucht! Wow! Oh nee, hij komt ons halen! Kijk daar dan! Die wolk lijkt wel op een grote ijsbol. Ik ga hem opeten! Kijk! Caillou vond het zo leuk om naar de wolken te kijken, dat hij zijn vlieger helemaal vergeten was. En daar, een grote boom. Kijk, en een trein. Tjoekatjoe. Pak hem maar, Roosje. Tjoek-tjoek. Mama, wil je mij ook duwen? Ik ga de hemel aanraken. Wow! De wolken lijken op bubbels in een bubbelbad. Oeh, volgens mij begint het te waaien. Zie je? Kijk maar in de lucht. De wolken worden weggewaaid. Dag, wolken. Doei, doei. Caillou, misschien staat er nu wel genoeg wind voor je... Vlieger! Waar is mijn vlieger heen? Hey, kom terug. Heb eens. Kijk, mama. Mama! Laat de vlieger zelf de wind maar vangen. Met een beetje geduld moet dat zeker lukken. Ben je klaar? Kijk, hij vliegt! Ik wil de wolken aanraken. Caillou maakt schoon. Klein vogeltje. Caillou was heel enthousiast, want hij had al eerder de kardinaal gezien. Maar vanmorgen zag hij iets heel bijzonders. Een vogelnest.
nestje. En een ei. Mama, papa, ik zag een vogelnestje. Echt waar? Kom kijken. Ja, zometeen, Caillou. Want we moeten eerst iets heel belangrijks doen. We hebben de voorjaarsschoonmaak. Dan maken we het huis van top tot teen schoon. Mag ik helpen? Caillou wilde papa en mama helpen. En hij pakte meteen de schoonmaakspullen. Huh? Hoi, opa. Hallo, Caillou. Ik kom gezellig op jou en Roosje passen. Zullen we buiten gaan spelen? Ja, zometeen. Maar eerst moet ik iets heel erg belangrijks doen. Oké, Caillou. Jij kan met mij mee naar buiten om de ramen te lappen. En dan begint mama alvast met de keuken. Oké. Kijk, Caillou, een kardinaal. Is dat het nest wat jij net zag? Er zit ook een ei in, papa. Echt waar? Dan moeten we het goed in de gaten houden. Oké, papa. Wil jij deze ramen lappen, Caillou? Dat is precies de goede hoogte voor jou. Dat komt voor de bakker. Het eerste wat we gaan doen is die spons lekker nat maken. Oké. En nu het raam wassen met de spons. Daarna doe je de spons weer in het water. Caillou wilde het heel goed doen. Dus hij nam zijn tijd en waste het raam precies zoals zijn papa had verteld. Doe ik het zo goed, papa? Ja, Caillou. En daarna maak je het raam droog met een keukenrol. Zo, en klaar. Kun je dat allemaal onthouden? Ja. Moet papa je nog helpen met de volgende? Nee, dat lukt me wel. Ik ben de ramen aan het wassen, Gilbert. Hé, waar is mijn spons? Hier is die. Caillou probeerde zich alles te herinneren wat papa had verteld over ramen wassen. Gilbert! Je bent helemaal nat! Caillou vond Gilbert er mal uitzien. Caillou wilde hem afdrogen, maar Gilbert vond dat geen goed idee. Gilbert! Hey Gilbert, je maakt een rommeltje ervan! Caillou had geen tijd om met de kardinaal te praten, want nu had hij een belangrijke taak te doen. De rommel van Gilbert opruimen. Hoi, papa. Kijk eens naar mij. Ik ben aan het harken. Maar je was toch de ramen aan het wassen, Caillou? Dat klopt. Maar nu ben ik aan het harken. Volgens mij heb jij een glaasje sap verdiend. Oké. Mama! Caillou had papa al geholpen en nu wilde hij mama helpen. Caillou! Kijk eens, mama. Ik ben aan het dweilen. Hoi, papa. Caillou wil graag weer buiten komen helpen. Mooi. Weet jij trouwens wat er met de keukenrol is gebeurd? Gilbert was helemaal nat door de emmer, maar ik kon hem niet vinden. Dus heb ik de blaadjes geharkt en de vloer gedweild. Ik wil een grote hulp zijn. Caillou, het is heel lief dat je wilt helpen, maar je moet wel afmaken waar je aan begint. Weet je, misschien wordt het tijd voor Caillou's eigen klusje. Caillou vond het idee van een eigen klusje krijgen heel leuk, maar hij maakte zich wel ergens zorgen om. Wat is een klusje? Caillou's vader en moeder legden uit dat een klusje een speciale taak is die iemand doet om thuis mee te helpen. En zo maak je je bed op, Caillou. En je eigen bed opmaken kan jouw klusje zijn. Is het nu mijn beurt? Tuurlijk, Caillou. Kom, laat me je helpen. Nee, mama.
Ik wil het zelf doen. Het bed opmaken was Caillou's speciale klusje. En hij wilde het helemaal zelf doen. Oké, Caillou, dan laten we je rustig je klusje doen. Oh, sorry, Caillou. Roosje en ik spelen verstoppertje. Vind je het leuk om mee te doen? Nee, bedankt, opa. Ik ben mijn klusje aan het doen. Oeh, ik zie het. Nou, dan zullen Roosje en ik je verder niet meer storen, Caillou. Jij bent druk met belangrijk werk. Gilbert! Nu moet ik opnieuw mijn klusje doen. Caillou was trots dat hij zijn klusje zo goed had gedaan. Goed zo, Caillou. Je hebt je klusje helemaal afgemaakt en je hebt het heel goed gedaan. Oh. Hey, kijk daar eens. Een baby kardinaal. Hij moet zijn nestje opruimen. Zijn papa en mama helpen hem daarbij. Maar ooit is hij oud genoeg voor zijn eigen klusjes. Net als ik.